Paarden komen de manegebocht uit en het is daar dat Nimbleboy AJ een tussensprint gaat plaatsen. En frontaal de aanval opent op de leider. En zo zijn we dan in die rechte lijn voor de tribune langs de manege met nog een ronde te gaan zo dadelijk. We zien op dit moment Nimbleboy AJ. Op de tweede plaats is het dan Just Be Proud nu. In derde stelling volgt in het tweede spoor dan Miley Draghi. Uitgeschakeld nummer 6 van Bremen. Nummer 6 Makansi Petnik, die valt onder de bel van uitschakeling als de deelnemers dan de laatste ronde zijn ingegaan. En Nimbleboy AJ nog altijd leidt. Nimbleboy AJ met een lengtevoorsprong. Just Be Proud tweede. Gedeeld derde ligt aan de binnenkant. Haley Vip. En die deelt die plaats dan met Miley Dravit. En zo zijn de deelnemers dan voor de laatste maal op weg naar de overzijde van de baan. In vijfde stelling is het de leider van het eerste uur. Thans vijfde, Miss Melvi. Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde. En het is Nimbleboy AJ die nog altijd de leidende positie heeft. Op de tweede plaats Just Be Proud. In derde stelling onafscheidelijk nog altijd Miley Dravit tezamen met de aan de binnenzijde opererende Haley Vip. En daarachter volgt Miss Melvi. Vergeet de rest als de paarden de laatste bocht ingaan. En Nimbleboy AJ probeert afstand te nemen. Heeft nu een anderhalve lengte voorsprong. Op de tweede plaats Miley Dravit. En zo komen dan de laatste bocht door richting laatste rechte lijn. Nummer 5 galop. Miss Melvi. En dit alles terwijl Just Be Proud door galopades uit de strijd is genomen door het comité. En zijn we nu in de laatste rechte lijn. Het leidt nog altijd Tom Kooijman met Nimbleboy AJ. Tweede plaats Miss Melvi. Daar komt aan de buitenzijde Haley Vip naar voren. En die Haley Vip, ja, die probeert dan wat terreinwinst te boeken. Aan de binnenkant ligt dan Miley Dravit. Zo gaan we de laatste meters in. Maar Nimbleboy AJ, die wint het hier met Tom Kooijman. Naar de tweede plaats Miley Dravit. En daarachter hebben we dan het nummer 3 van Miss Melvi. Gevolgd door Haley Vip. Flevolandprijs is alweer gemeld bij de Victory Circle. Dat is Tom Kooijman. En als hij de laatste meeting van Emmeloord zich nog goed kan herinneren, toen sloeg Tom 5 keer toe. En vandaag tijdens de eerste koers is zijn eerste overwinning al binnen. Het comité, het NDR, kijkt op het moment nog naar de beelden. En als hij officieel is, dan horen we dat graag. En we danken de sponsoren Casper Veldenk en ook Energieadvies Flevoland. En daar is Marinus de Vries vandaag aanwezig om de bloemen straks te gaan overhandigen aan de winnende pikeur Tom Kooijman. En we danken ook Casper Veldenk die een mooi wijnarrangement heeft samengesteld. We praten alvast even bij met Tom. Tom, dit paard lijkt zich goed te voelen op Emmeloord. Ja, het is een beetje een moeilijk heerschap. Ik was heel goed weg. Ik kon mooi de eerste bocht ook rommel, rustig doorrommelen. Er sprong John daar. Ik dacht, ja, nu is het alles of niks. En verder alles. Super. Voorlaatste bocht leek je nog een beetje te rommelen met zijn loop. Ja, hij is heel moeilijk in zijn loop. Hij schuift zomaar in de pace. En ja, dan moet je de ruimte hebben en dan kan je hem een tikje geven. Nou, dat heb ik ook gedaan, dus klaar. Ging prima. Na een tweede plaats, mooie overwinning. Tom, jij ook weer goed begonnen? Ja, nee, prima. Emmeloord is geweldig. Het gras is sowieso mooi van het jaar, dus blijf maar rustig aan. Super, succes Tom. We gaan nog een keer de foto's maken met de winnende connecties en de sponsoren van koers 1. Voor paard nummer 8 Nimbleboy AJ, een driejarige donkerbruine ruin van SJ's Caviar uit Barcelona Derby. Gefokt in Duitsland door Anno Eigelaar en Jan Visser in eigendom van Stal DPD. Trainer Bas Krewas en winnende rijder Tom Kooijman. En het paard wint aan een coat van €6,40. Had hij dus €10 ingezet op Nimbleboy AJ, dan had hij €64 teruggekregen. Een lucratief begin hier op de meeting van Emmeloord.